Dit was een hele domme fout van mij. Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer verder met mijn huis. En zo te zien staat Summer hier alweer voor het huis. Jullie hebben mij allemaal tips gegeven. En ik heb vaak gehoord dat we die ramen echt moeten veranderen. En dat vind ik zelf ook. En daarvoor heb ik jullie ook tips genomen. Dus die ramen, die gaan we even veranderen. Want ik weet niet of dit helemaal er mooi uitziet. Dus sowieso, ik weet niet of die grote... Ja, of we laten het nu even. Nee, ik ga het wel even veranderen. Iemand had trouwens ook als tip gegeven om de ramen dicht bij de deuren te zetten. En dat is op zich wel een leuke tip als we bijvoorbeeld met deze doen. En dan moeten we het wel even... Zo, we moeten even via die. Even een leuk kleurtje. Want kijk, als ze dan bijvoorbeeld... Dit is maar een voorbeeld. Als we bijvoorbeeld zo doen, dat je dan... Ik weet niet of dit mooi is, maar... Want dan heb je ook nog een beetje dat matchy met dat grote raam. Eigenlijk moeten we dan een beetje daarmee... Zo, moeten we deze eigenlijk ook nog even een ander kleurtje doen? Ja, die kleur heb je dan weer niet. Jammer. Nou, moeten we het misschien toch wel weer zo doen? Dat doen we... Hier, ja, ik vind... Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind dit op zich nog wel prima. Want ik vind dan... Ik weet het niet, maar ik ben altijd een beetje een twijfelaar. En dan weet ik ook niet helemaal nog waar ik het anders moet zetten. We gaan even kijken, want erboven zit ook nog wel op zich een leuk raampje. Is die dan? Misschien, ik weet niet zeker. Zit misschien een dikke rand. Ik weet niet of dat heel mooi is. Nee, dat ziet er niet uit. We moeten misschien hier ook nog een beetje van die... gestreep te doen. Want jongens, ik ben gewoon slecht in ramen. Dus dit gaat er sowieso niet echt heel goed uitzien. Maar ik hoop dat jullie het nou niet te erg vinden. Want ik weet het jongens, ik ben gewoon heel slecht in ramen. Dus voor nu laat ik het heel even zo. Want ik weet het eigenlijk ook niet. Dus als jullie echt weten waar welke plek het kan zitten. Tada, dit is thuis. Misschien weten jullie nog een goede plek ergens. Want het ziet er nu nog niet heel goed uit. Maar jongens, het komt allemaal goed. En trouwens, wat we nu vandaag vooral gaan bouwen... is een zwembad. Want in de comments staat heel veel... Maak een zwembad. Dus jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon lekker een zwembad maken. En ik had misschien een ideetje. Want wat nou als we een soort van... hier zo, aan de punt... een soort van terrasje maken... niet het terrasje, maar een soort van... Ja, ik weet niet of het werkt, hè, jongens. Want bij Island Leven kun je dus niet een zwembad echt helemaal de grond maken. Maar je kunt dus wel de boven de grond. En als we daar een soort van schuurtje van maken, een soort van zoiets. Misschien. Zulke ideeën heb ik nog. Dus het zou... Misschien is dat wel leuk. Wacht, als we dan eerst eventjes zoiets bijvoorbeeld maken. Ho. Even opnieuw. Oh, we moeten eventjes... kunnen niet op de grens. Dus dan moeten we even... Misschien bijvoorbeeld dat je dan hier zo... een klein schuurtje maakt. En daarnaast doen we dan het zwembad. Dat is misschien wel leuk. Als we dan... Zo, en dan doen we daar zo het zwembad. Als we dan... Kijk. Ik weet niet of dit mooi wordt, maar we gaan even kijken. Ik hoop namelijk van wel... Je kunt dus alleen maar op boven de grond. Dus je moet bijvoorbeeld zo'n verdieping. Maar ik weet niet, misschien begrijpen jullie nog niet wat ik bedoel. Maar zometeen zien jullie het wel. Dan maken we namelijk hier zo. Een dak op, zoiets. Dat is echt gewoon perfect. Dit is al goed. Dan maken we hem zo, schilderen hem zo meteen nog wel even. En dan gaan we even het zwembad erbij pakken. Want jullie wouden dus heel graag een zwembad. Dus ik ga het gewoon even proberen. Want als we dan zo. Zo. Tadaa. Dan hebben we een zwembad. Want we kunnen hem dus niet hoger zetten. We moeten hem dan denk ik iets breder maken. Wacht. Zo. 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 Misschien is het leuk als we hem dan zo erdoor laten lopen. Niet dat je dan kunt zwemmen, maar als we het zo doen en dat we daar dan een soort van
smoothie bar maken. Dat je gewoon... Wacht. Als we nou een soort van... Zo. En dan een kleiner muurtje maken. En dan daaronder een smoothie bar. En jongens, ik snap het. Het is niet zoals jullie waarschijnlijk hadden verwacht. Zo van in de grond. Maar we kunnen het niet buiten de grond doen. Dus dit is even wat het is. Laten we een soort van hout misschien doen. Ja. Zo is iets leuk. Oh jongens. Dit wordt echt nog leuk, denk ik. Kijk. Oh. Dit vind ik mooi. Nee. Dat staat niet heel mooi. Nou, ik denk dat ik dan toch weer ga voor... Toch wel weer zand. Want dat andere staat ook niet heel leuk. Zo. Nou, dat vind ik op zich wel prima. Wacht, als we zo het huis... Nee. Dit staat niet leuk. Sorry jongens, ik ben altijd een enorme twijfelaar. Dus, ja. Ik ben gewoon een twijfelaar. Voor nu... Is dit... Oh, wacht. Is dit het niet? Volgens mij heb ik het wel. Die ik nu heb. Nee, ik dacht dat het precies dezelfde... Nou, ik vind dit wel prima. Voor nu, jongens, dan is het dit even. En we moeten natuurlijk wel een ladder hebben. Want, ik bedoel, we kunnen niet zo in het zwembad springen. Ja, we hebben een ladder nodig. Mooi. Zo, doe weer wel even. Of hebben ze niet even een leuk kleurtje? Wit zou ook nog kunnen. Laten we gewoon echt donker doen. Oh, moeten we wel even anders. Ho. Hoe doen we dat? Zo, wacht. Ik weet het wel hoor. Nee, dat weet ik niet, maar oké. Okay. Hoe zetten we een ladder neer? Ik heb zelf geen flauw idee. Oh. Ja, sorry jongens. Ja, moet dit niet zo? Ladder moet bovenuit de grond of vloer komen. Wist ik wel. ja. Hoe gaan we dit nou weer doen? Je wil natuurlijk wel gewoon dat ze erop kunnen. Het liefst zet ik hem hier neer. Eigenlijk. Wacht, dan moeten we misschien eventjes... Wacht, we gaan even iets proberen. Nou, eindelijk leven is nog best lastig, joh. Tijd even kijken. Zo. Dus weer een beetje zo. Zo. Misschien werkt dit nu. Even kijken. Nu gaan we weer eventjes voor een ladder. Ladder. We hebben even een ladder nodig. Kom op. Lukt dit? Doei. Oh, wacht. Ik zie daar ook. Hier. Zwembad zie ik ook een laddertje. Oh, wacht. Zwembadrad. Is dat leuk? Oh, dat maakt het wel echt heel leuk. Oké. Maar we moeten toch echt een trapje hebben om te komen. Dus we moeten toch eventjes iets regelen. Maar dit komt goed. Ik voel wat. Dit komt helemaal goed. Huh? Is het nou weg? Oh, nee. Het is niet weg. Oké, we moeten dit zo verwijderen. Zo, doe het even omhoog. Kan ook. Zo, perfect. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Misschien kun je gewoon eventjes zo'n trappetje doen. Ja, maar dat is misschien iets te groot. Maar we kunnen het trouwens ook wel in... Nee. Het is echt iets te groot. Misschien dit? Ik weet het niet. Ik weet niet of dit dan weer iets te groot is. Ik denk het wel. Oh nee! Zit ik nou... Oh nee. Dit was een hele domme fout van mij. Ik heb nu lekker verwijderd. Ja, dat moet je zeker doen.
Nee, oké, okay, dit kunnen we, want ik weet nog hoe we het hebben bouwen. Nu, hoe we het hebben gebouwd, sorry. Dus dit komt goed. We gaan gewoon even snel weer even een zwembad in elkaar flatsen. En dan kunnen we weer door. Dit was niet zo handig van mij. Maar jongens, jullie weten, ik ben ook niet super handig. Dus sorry daarvoor. Zo, doen we snel even deze. Zo. Hatsa. Hier nog even één. Daar nog één. Nou jongens, ik ben weer lekker slim vandaag. Dus het gaat goed. Jee. Oké, dit weer. Zo. Oh nee, moeten we die even pakken. Hatsflats. En eventjes de muren. Muurpatroon. Waar was het? Dus houtbetimmering. Ja, hier. En dan was het die. Volgens mij. Oh, wacht. Zit ik nu? Nou. Gelukkig. We hebben het weer. Alles is gefixt. Gelukkig maar. Zo. Ik schrok heel even. Ik denk, nee. Oké, okay, maar we hebben dus weer dit. En dan moeten we wel even door. Want we moeten weer even door naar die trap. Hoe we dat gaan doen. Want ik denk niet dat het helemaal wacht. We pakken nu even gewoon een kleurtje. Zou het dan hier wel? Nee, wacht. Zou het dan misschien, bijvoorbeeld als je dan... Daar zou het denk ik wel kunnen. Ja, kijk. En hoe komt dat? Omdat... want waarom kun je... Oh, wacht. Had ik hem nou net? Oh, ik had net een groen. Ik zag net een groen. Ik weet niet of je dat ook zeggen. Huh? Oh. Ja. Erin kan dus wel. Of ja, wat we op zich ook wel kunnen doen. Is dat we dan bijvoorbeeld... Dat je dan... Kijk, dat je dan... Nee, dat werkt niet. Oh! Wacht. Ik denk dat misschien weet ik al wat. Als we nou die deur eventjes weghalen. En nu die ladder even pakken. Want het lukt wel hier. Maar dan moeten we natuurlijk even... Oh! Maar op zich, dat zou ook wel kunnen. Jongens, we hebben geen andere oplossing. Dus we doen deze... Wacht, deze doen we even... Voor nu deze weg, want dit is niet de kleur die ik wou. Want dat doen we even donkerbruin. Zo, doen we die kant. Want als we dan gewoon één plekje verderop schuiven... Dus die deur eventjes... Net nog aan de andere kant zetten. Zullen we die deur nou gewoon... Oh. Oh ja, die deur. Als we die dan... Oh, dat... Oh, slim ben ik weer. Nee, maar dit gaat lukken, ik voel het. Als we dan namelijk die fruitmand even één tikkeltje verderop zetten. En die... Zo, doen we daar. Ja, zo. Die is weg. Kijk of het nu wel werkt. Jongens, kom op. Dit moet werken. Ja, het werkt. Oh, gelukkig. Yes, eindelijk werkt het. Oké. Okay. Nu gaat het goed gewoon. Dit komt goed. Nu werkt... Wacht, nee. Wacht, laten we die dan toch... Doe ik toch even bruin. Wacht. Moeten we even deze pakken? Even kijken. Misschien toch wel... Nee, doe maar deze. Zo. Dan doen we even deze zo. En dan kunnen we die bijvoorbeeld even... Die moeten we wel eigenlijk misschien ook wel weer een andere kleurtje geven. Doen we ook even snel. Nou, of zullen we gewoon die bar dingen niet doen? Misschien is het iets te vol. Laten we die gewoon dan niet doen. Dan kun je het alleen even ophalen. Zo. Want dan kunnen we daar nog wel stoeltjes zetten. En als je dan... Oeh. Die even zo schuift. Kijk.
Nou, ik vind het nog prima dan zo. Als het zo werkt, vind ik nog prima gelukt. Als we wachten. Want kijk, dan als je... Oeh, nu heb ik hem even gekeken naar beneden. Heb je daar, kun je gewoon naar de Deen. Dus je moet sowieso naar het bartje. En kunnen we dan niet daar nog? Als dit werkt, dan vind ik het echt geweldig. Maar het hoeft niet te werken, want ik vind het nu al leuk. Dus het ziet er al goed uit. Dus het was deze. Kunnen we dat nog? Nee, dat hè? Nee, dat kan wel. Oh nee, maar dan kun je natuurlijk niet bakken. Oh ja, dat is niet slim. Nee, dan doen we dat toch gewoon niet. En daar... Nee, dat kunnen we niet bakken. Dat is niet handig. Dat is niet zo fijn. Nou, ik vind het dan op zich nog wel, kijk. Nog wel prima gelukt op zich. Maar dan is het misschien toch wel leuk als we dan bijvoorbeeld hier nog wel ergens, ik weet niet waar, nog een tafeltje. Oh ja, natuurlijk. Dat kunnen we ook wel hier zo doen. Dan maken we hier, de volgende keer maken we hier dan wel een terrasje. Dat is wel leuk. En die ramen, dat moet ik nog gewoon fixen. Maar ik weet nog even niet hoe. Wat we nog wel eventjes snel nog kunnen maken. Want de tijd is dringt al. Dus we zijn al lekker lang bezig. We zouden hier nog wel even met verven. Zo. Groen. En dan kunnen we hier zo meteen misschien nog. Wel, dat doen we dan de volgende aflevering. Een schommelplaats of iets. Maar dan kunnen we het zand ook nog beter doen. Maar als we daar dan bijvoorbeeld een schommelplaats of iets. Ja, het ziet er nog niet mooi uit. Maar dan moeten we eigenlijk nog even fixen. Wacht, ik doe dat zand nog eventjes weer terug. Want zien jullie het ook weer niet? Wacht, is dit de zand? Nee. Ik moet even de goede zand vinden. Nee, ook niet. Oh, ik denk die. Nee. Deze. Zo, dan spuit ik het weer eventjes weer allemaal goed. Want dan kunnen we volgende week bijvoorbeeld een leuke schommel plaatsen of iets. Gewoon iets leuks. Maar op zich, kijk, als we het eventjes... Dan gaan we even naar... Oeh, even helemaal terug. Even naar leven. En kijk, we zijn echt wel ver gekomen. En kijk, wacht, kijk. We zijn... Nou, daar hebben we... Oh, wacht, nu zit het... Dat hak zit er nu... Ja, zo. Nou, ik vind het echt wel leuk. Kijk, dan hebben we hier gewoon een strandhuisje en dan kun je hier gewoon... Leuk, iets vragen. Wacht, we kunnen er wel even heen met haar. Wacht, laten we eventjes zo. Hierheen gaan. Zo, en dan doen we even zo. Zo, ik ga even kijken hoe zij het ziet. Dan hebben we hier een mooi strandhuisje. En dan loopt ze erin. En tadaa. Nou, ik vind het er echt heel leuk uitzien zo. En dan hebben we hier ook nog een trap naar boven. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ik vind het echt heel leuk geworden. En ik denk dat we hier dan ook weer de aflevering gaan stoppen. We hebben niet super veel gebouwd, maar dit zwembad, dit vind ik toch wel echt heel cool. Kijk maar. Dit vind ik wel echt heel leuk uitzien. Dus dit zwembad is, vind ik, sowieso echt heel goed gelukt. En dan gaan we volgende week verder. Misschien is het dan leuk om een terras te maken. En als jullie trouwens altijd nog tips hebben met weet ik veel wat. Gewoon leuke tips. Dan kan ik er altijd nog gebruik van maken. Dus laat zeker nog leuke tips of dingen wat jullie bijvoorbeeld nog willen aan het huis. Want ik kan allemaal dingen bouwen aan het huis. Dus als jullie nog denken, oh dit moet je maken. Zeg dat dan en laat het in de comments weten. En dan was dit voor nu de aflevering. En dan zeg ik doei, tot de volgende keer.